Hallo iedereen, ik ben de regisseur Dennis van Voetbalfit. En Marnix heeft het geluid niet opgenomen van het eerste deel. Dus helaas gaan jullie gelijk kijken naar het tweede deel. Sorry voor het ongemak, volgende keer komt het goed. Groetjes regisseur Dennis. En we zijn weer bij praatronde 2. We zitten hier aan tafel met Bastiaan, Daan, David... En een nieuw gezicht. Vertel, wie ben jij? Ik ben Luc. Ik ben 12 jaar en ik zit op Quick Boys in de JO13-2. Nice. En je kent die gast allemaal wel hier? Ja. Oké. Okay. En wat is het verschil tussen de JO2 en 1? Is er een verschil in of niet? Eén is beter, best slecht. Ja, één is beter. Eén is ook. Ah, maar oké, je voetbalt toch met elkaar allemaal, dus... Hey, hoe kom jij hier zo terecht? Oh, ik had een berichtje gestuurd. Via wat dan? Insta. Via Insta. Ja. Dus aan alle jongeren die ooit hier aan tafel willen komen, je moet een berichtje sturen via Insta. Want dat was iemands vraag hier, toch? Wie wilde jouw vraag was dat? Jij wilde ook hier aan tafel. Oh, nu is het een keer zo. Ik zou ook afschrikken, ja. Hey, ga je wel eens een keer naar de eerste? Ja, elke thuiswedstrijd en soms uit. Oké. Okay. Ik zet jou even voor pauze, want jullie zijn al klaar met jullie controllers. Nee. Doe maar even vasthouden. Willekeurig. Oké, wat doen we? Je gaat nooit zo goed spelen. Dus maar de eerste vijf. 1 kilo. 5. 4, 3, 2, 1. 3, 2, Chelsea. 1, Sander. Mooi, Mexico. Okay. Ik ben er helemaal klaar mee. Go. We hebben allebei. Oh, dat is wel leuk. Oké, wacht, gaan onder dan. 3. 2, 1, deze. Doe. Mexico 5, 4, 3, 2, 1. Prima. Deze is beter, hè? Deze is beter. Shit. Het is eigenlijk slechter, maar die is beter. Moet die niks zakken af, jongen. Je speelt toch 1-0. Ja, mooi. Ben je een beetje goed in FIFA? Nee. Speel jij veel FIFA? Maar ik ben mijn FIFA kwijtgeraakt. Kun je FIFA kwijtraken? Nou, ik zal het uitleggen. Passen, gaan. Dan moet je doorspelen. Ja, nee, dat heb ik gezien. Maar, ik had hem een keer meegenomen, mijn vriend. Maar mijn broer, die had hem ook meegenomen en die is lekker mooi uitgeraakt. Oh, dus het is je broers fout? Ja, altijd. Altijd iemand anders. Maar ik ga FIFA 19 ook kopen. Nice. Hoe duur is die? Vent. Kan... Duur. Ja, lekker! Hou je mond! Ga praten! Je moet spelen en praten! Nee, ik ben de slechtste hier, maar ik ga wel. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ben je naar de laatste wedstrijd geweest van Eemdijk? Ja. Ja? En wat vond je van de wedstrijd? Nou, Quick Boys kon wel beter spelen. Ze hadden wel een paar kansen die erin moesten. Ja, maar jullie hebben wel gewonnen. Ja. Oké. Okay. Laten we even naar de wedstrijd kijken. Quick Boys, Eemdijk. Hoekschop voor de thuisploeg. Dat in exact dezelfde opstelling speelt als een week eerder. En na 1 minuut en 9 seconden zit hij er al in. Het is het schot van Kuivenhoven. En Van Nieuwkerk claimt hem, want hij zou hem geraakt hebben met zijn heup. En zo had Quick Boys in 10 minuten tijd al met veel meer dan met 1-0 voor kunnen staan. Maar aan de andere kant het eerste de beste mogelijkheid op het doelpunt gelijk wordt omgezet in een treffer. Scoreboard set voor Quick Boys. Talloze kansen heeft de thuisploeg al gehad. Kuivenhoven met het schot wordt geblokt. Van Nieuwkerk, Van Nieuwkerk, Van Nieuwkerk. Tweede helft als Meenart hier de vrije trap neemt en via de muur ook de bal gaat op de stip. En het doelpunt wordt gemaakt. Het is 4-2. En wat een doelpunt zeg van El Benay. Eigenlijk maakt Van der Helm het doelpunt nog mooier, want hij duwt de bal de kruising in. Maar van grote afstand wordt er geschoten en gescoord. Quick Boys, wat is het antwoord? Nou dit. Meenart met de 5-3. Hier wordt hier gemist door Eemdijk. Meenart. Net naast die bal. Ja, er zijn mensen die denken dat hij zit, maar de bal die gaat er niet in. Vrije trap van Nieuwkerk. En die maakt er 6-3 van. En dat is ook de eindstand in deze wedstrijd. Nou, dat was een mooie wedstrijd. Ik denk dat je blij bent. Ja. Hoe was je eigen wedstrijd eigenlijk? Het ging wel goed. 5-2 gewonnen voor de Zo? Kwartfinale van de beker. Ja, dat heb ik wel. Nice. Ja. Dus je gaat door in de beker? Ja. Mooi. Dan, wat heb jij gedaan eigenlijk? Helemaal niks. Ook niet? Nee. Moest heel, heel raar komen. Ja, nee, ja. Kijk, we zijn blij. Het gaat goed. Wat doe je nou dan? Gewoon even een solo. Even blijven. Hele veld rond. Hoppatee. Ja, ik ben hier blijven. Top. Ik ben goed. Nee, trainen moet uitgezet worden. Maar Daan. Ja. Stilte. Zeg, je bent eruit.
Maar Daan, ja. jij weet dat je niet hoeft te spelen, maar je weet niet waarom je niet hoeft te spelen. Want heel Rijn volgens mij blijft niet te spelen. Nee, ja, omdat er waren inhaalwedstrijden. Oh, vandaar dat die fiets. Je wilde niks in te halen? Nee, we hadden niks. Duidelijk. We hadden net over de kantine, die nieuwe kantine. Jullie hebben allemaal dingen opgenoemd zoals shawarmabroodje, pizza. Wat hebben we nog meer? Broodje gezond hoor ik. Wie zijn broodje gezond? Dat is niet heel wat is gezond aan een broodje gezond? Niks. Sla. Ik dacht dat ik jou. Hey, luister. Ze willen graag een gezonde kantine. Dus wat zou er dan op de kaart moeten? Dat ga ik schrijven. We gaan het met elkaar maken hier. Kip nugget. Eén voor één. Ja, jij. Fruit. Alle soorten fruit? Vegetarische. Nee, laat maar. Vegetarische banaan. Of wil je gesneden fruit? Handfruit. Ja, gast, als jij zo. Sorry. Oh, hey, scheidsie. Goed idee, hè, om te FIFA tussen een praatprogramma door. Zeker. Ja. Je hebt het had je nooit moeten doen. Nee joh, lekker lachen. Ik heb wel nog wel een idee. Zet hem erin dan. Wacht. Nee joh, je hebt die curve ook nog, hè. Nee, gezond. Ja, aardappels toch gezond? Ja, maar patat is... Oké. Ja, maar moet patat is toch niet gezond? Man. Ja, maar ook wel. Oké, jij? Wortels als patat. Wortels als patat. Oh, okay. Wat doe jij nou weer dan? Echt. Wat doe jij nou weer? Ja, gast, jij geeft je woord geduwd. Wortels ja, als patat. Ja. Dat is wel gek. Zou echt iedereen David. Halen? Tomaten. Nee, wacht even. Wortelsaus als mayonaise of zo. Wortels. Super smerig, maar dat moet je niet. Lekker creatief zijn jullie hoor. Ja, dankjewel. Gebeurt er wat? Ik hoef nu ook heel veel knutselen. Nog een keer stilte zeggen? Vegetarische frikandellen. Goeie. Goedemorgen, maar dat is geen vegetarisch. Vegetarisch. Hey, luister, morgen gaan jullie meedoen met Zep Sport. Weet je ook wat de bedoeling is? Lekker. Zo ja, hier. Trainen en partijtjes doen of zo. Ja. Denk ik. En Tom Beugelsdijk traint en Kika Haas. En wie is de presentator van Zep? Sport? Ron Bosch. Leeft hij nog? Nee, ja, die is al lang dood. Ga je ook aan jou vragen? Ron Boshart, dat is maar nog in onze tijd. Dat is heel lang geleden nu. Ja, maar hij zit nog. Nee. Oké, jij gaat mee morgen. Ja. Jij gaat meedoen met Zepsport. Ga ik meedoen? Oh ja. Ja? En Michiel gaat presenteren. Wat gaan wij dan maken? Want wij gaan een apart programma maken. Heb je een idee? Ja, hetzelfde als hun. Gewoon hetzelfde? Gewoon filmen. Hey, hey, Jeffrey. Ja? Waar gaan we gewoon een challenge opnemen met Tom? Echt Tom ja, Beugels. Ja, ja, dat is goed. Dat is wel echt goed. En die Kika, dat kan ook nog meedoen. Dat is wel echt goed. Ik ken die niet, maar dat maakt niet uit. Nee. Stichting Kika of gewoon? Nee, Kika van S of zo heet ze. Oké, gaan we kijken of we dat kunnen fixen, ja? Ja, goed. Ja. Hoe gaat het met de wedstrijd achter mij? Hartstikke goed. We staan voor. We staan 2-1 voor. Hé, hey, maar even serieus. Een gezonde kantine. Vind jij dat een goed idee of zeg je van dat is niet nodig? Nee. Nee. Waarom, is niet nodig. Waarom is dat niet nodig? Ja, maar dan heb je geen patat of zo. Ja. Kijk, dat vet dat je er in de wedstrijd weer uitrent, kan er dan weer bij worden gegeven. Oh. Blijf je lichaam in evenwicht. Je kan toch gewoon combineren? Wat zeg je nou? David, het stelt voor David. Oh, je kan toch gewoon combineren? En hoe zie je die combinatie dan? Nou, gewoon patat bakken en gewoon fruit ook nog verkopen. Ja. Ik zie jou, daar zie ik je mijn vinger op steken. Ja. Een deel patat en een deel fruit. Ja, aan de ene kant. Zo 50-50. Ze kunnen ook gewoon doen dat ze een soort van Happy Meal doen. En dat je dan kan kiezen tussen patat of fruit. Ja. Ja. Happy Meal. Sander. Ik zie jou. Stilte. Nou ja, maar dan heb je wel de keuze. Ja. Gezond is altijd heel duur. Wat zeg je dan? Dat is ook wel. Gewoon een broodje gezond is altijd heel duur. Ja. Ken diegene nog. Hoe denk je dat dat komt? Dat iets wat gezond is... Dat duurder is dan al het vette. Ik zie jou daar. Ik heb zelf niets. Moet je een antwoord geven? Ja, ja. Misschien dat mensen sneller iets gezonds willen kopen bij een sportclub en dan maken ze dat duurder. Het is duurder om te verbouwen.
Dus jouw redenatie is omdat, omdat meer mensen het willen, dat het dan duurder gemaakt wordt. Maar voor mij willen mensen meer patat, volgens mij. Ja. Ik denk, zullen we even naar, we hebben een volwassen, waarom is iets gezonds duurder? Omdat vers altijd duurder is. Omdat vers altijd duurder is, jongens. Ja, dus aan de Quick Boys is het de taak om dan alles wat gezonder is goedkoper te maken. Ja. En alles wat vettig is duur te maken. Ja, nee, nee, gewoon niet. Alle prijzen ook goed. Luister, lieve Quick Boys, kijk gewoon naar deze aflevering. Het is een chaos, maar probeer hier je informatie uit te halen. Hoe gaat het met de wedstrijd hier achter ons? Hartstikke goed. Hartstikke goed. We gaan er even naar kijken en dan gaan we afsluiten. Hou je bek. Zijn kos. Jeff, het staat diep in de blessuretijd. Ja, het maakt niet uit. Sluit door. Hier. Ja, toch niet. Het gaat lekker doen. Ja, vooral als je nog meer slaap moet maken. Hij fluit al. Wat doe je? Gewoon doen. Hij fluit al. Het is lekker. Dank je wel. Jouw team. Gefeliciteerd. Net als op de Champions League heb gewonnen. Ja, ik zo. Oké, stop. David, gefeliciteerd met Tim erachter. Gefeliciteerd, jongens. Ja, voor de winst. Hey, ik wil eigenlijk alleen maar weten, omdat er zoveel Quick Boys er zijn. Wat is de voorspelling van Quick Boys? 5-0. Aanstaande zaterdag. 3-0. 1-2 verlies. Ik ga gewoon even kijken naar jou. Ik geef jou de beurt. Tessen, moeten tegen Dovo. Zult er even naar, hè? 1-4. 1-4. Oké. Dan sluit het daarmee af. Morgen, volgende week, of morgen als jullie kijken, is het 1-4 voor Quick Boys. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het komen. Als jullie het allemaal leuk vinden om hier vaker te komen, doe ons een DM'tje. Want zo heeft Luc dat ook gedaan. Ik bedank voor het kijken en tot een volgende Voetbalfits.